echt vol ongeloof. En vooral ook, je wordt echt koud van binnen. En het is echt een shock. Het bizarre nieuws is hard binnengekomen. Bioloog Wieneke Scho zag de neushoorn na een draagtijd van 16 maanden opgroeien in Arnhem. In 2014 werd Vins, hier op archief, overgeplaatst naar dierenpark Thuari bij Parijs. Maandagnacht werd hij met 3 kogels doodgeschoten, waarna zijn hoorn werd afgezaagd. Stropers vangen er in landen als China en Vietnam grof geld voor. Ja, Vietnam en China heeft hele traditionele geneeskunde. En er wordt gezegd dat neushoornhoorn potentieverhogend is, kankergenezend. Maar hoorn is niks anders dan keratine, hetzelfde als onze nagels of onze haren. Dat zo'n dier op zo'n brute manier wordt afgeslacht voor een hoorn, terwijl het totaal nergens op slaat. Je hebt die hoorn helemaal niet nodig, je kunt er niks mee. Ja, dat slaat nergens op. Tot nu toe joegen stropers alleen nog in het wild naar hoorns. Nu lijkt de jacht over te slaan naar streng beveiligde dierenparken. Deze inbraak tegenhouden is lastig. We hebben ook zichtbare en onzichtbare beveiliging hebben we op de stallen zitten. Maar op het moment dat je te maken krijgt met dit soort criminelen, dan wordt het wel heel moeilijk. Als een Van Gogh schilderij in een Van Gogh museum gestolen kan worden, ja, dan maakt me geen illusies dat wij dat hier 100% zeker kunnen voorkomen. Maar we doen er alles aan om dat wel te doen. Overal in Europa werd vandaag bericht over de dood van de pas 4-jarige neushoorn. In de wereld van de dierentuinen is Vins het gesprek van de dag. De angst zit er goed in, nu deze vorm van misdaad zelfs in de parken is binnengedrongen. Ik vrees met bange vrezen dat dit, als hier echt een georganiseerde misdaad achter zit, dat dit heel Europa zou kunnen doorgaan.